Het ongenoegen over de mogelijke verbastering van het Nederlands bij de VRT is bijzonder groot. Zeker bij N-VA-fractieleider Wilfried van Dalen, die zelf goed van de tongriem gesneden is. Hij spreekt dreigende taal. Wie de beheersovereenkomst niet naleeft, kan naar de centen fluiten. Wilfried van Dalen, uh, welkom. U zit ook uh, namens het parlement in de interparlementaire... Commissie voor de Taalunie. En niet toevallig ging het vandaag over de taal, want als ik het goed begrepen heb, dan maakt het hele parlement zich zorgen over de standaardtaal die uitgerekend de VRT gebruikt. Het lijkt wel helemaal de verkeerde kant uit te gaan. Het was in elk geval hoopgevend dat uh, toch alle partijen wel ongeveer op dezelfde golflengte zaten en vinden dat die openbare omroep, die grote cultuurdrager toch in Vlaanderen, uh, dat die die standaardtaal moet, uh, moet hanteren. En daar hadden we toch wel signalen begin deze week via de standaard, dat het eh, toch wel ter discussie stond of men het eh, fameuze taalscharter dat binnen de VRT gehanteerd wordt, of men dat niet moest eh, ja, moderniseren. Een andere, een andere invalshoek waarbij het er dan eigenlijk op, op aankomt of op neerkomt, zoals ik het begrijp, dat, dat je ja dat de praktijk niet meer de norm volgt, maar dat, dat de norm de praktijk ja. volgt. Ja, maar dat charter legt dus eigenlijk vast dat de VRT altijd en overal standaard Nederlands, laten we zeggen het vroegere algemeen beschaafd Nederlands, uh, moet gebruiken. Ja, het is iets ingewikkelder dan dat. Dus uh, in de beheersovereenkomst met de VRT, dat is de afspraak die de Vlaamse overheid om de zoveel jaar maakt met de openbare omroep. Daar staat ook wat geld tegenover, momenteel een 270 miljoen per jaar uh -huh. belastinggeld. Ja, te weinig uh, volgens sommigen. Ja, oké, okay, maar dus de overheid zegt, oké, okay, we hebben dat ervoor over voor die openbare omroep, maar daar staan ook een aantal dingen tegenover. En één daarvan uh, is dat men het standaard Nederlands moet gebruiken en mee de norm uh, moet, uh, moet bepalen en hanteren. Dat is één ding, de beheersovereenkomst tussen de overheid en de VRT. Maar binnen de VRT zelf dan heeft men dat allemaal nog wat verfijnd. En dat is dan dat fameuze taalcharter. En dat charter zegt, ja, eigenlijk is de standaard... Uh, het standaard Nederland. Ja. Er zijn een paar uitzonderingen, zegt men ook al in dat charter, uh, bijvoorbeeld in fictie. Hè. Uh, ja, daar ja kennen de bekende we... reeks, ik noem maar wat. Ja. Chantal, dat is dan in uw geliefde West-Vlaamse bij FC dat... de Kampioenen. We hebben zelfs in Thuis een bepaalde taal mm -hmm. die gebruikt wordt, om maar te zwijgen over het verhaal van Vlaanderen. Want dat heeft toch vele mensen gestoord. De taal die daar gebruikt wordt door, laten we zeggen, een duurbetaalde vedette Tom Waes. Ja, precies. Nu, het is geen makkelijke discussie. En zeker vanuit de politiek is het geen makkelijke discussie, omdat men al snel zegt: ja, zeker vanuit onze partij, de NVA, ja, dat zijn die albollige nationalisten en die, die taalflaminganten. Maar ik zie het zo niet. Ik zit toch ook al enkele jaren ook heel lang samengewerkt met Nederland, dus in die sector. En. Uh, voor mij is taal eigenlijk een, een, een communicatiemiddel. Dat is een afspraak die we met elkaar maken. Uh, hoe we dat gaan doen, een beetje verkeer zoals in het ja, verkeer. En liefst uh, op een manier dat we elkaar begrijpen. Precies, dus dan moet je ergens een afspraak, een norm hebben. Ja. En als je die norm volgt, ja, dan, dan is dat eigenlijk ja, vrij makkelijk. Want als u nu West-Vlaams en ik Antwerps zou praten, wellicht zou niemand mekaar nog begrijpen. Op nee, huur. dan zouden we denk ik op een aantal punten mekaar uh, verkeerd interpreteren. Ja, wat dus die standaard thans gebruikt wordt in een aantal fictiereeksen. Precies, maar dus die standaard is belangrijk. Niet alleen om elkaar goed te kunnen begrijpen, maar ook... Ook voor mensen die, die Nederlands leren, die nieuwkomers. Voor mensen in het buitenland, en er zijn er duizenden, we vergeten dat soms, in het buitenland, die Nederlands leren. Uh, dit is bijzonder makkelijk om te zeggen, dat is de norm, dat is de standaard. Als je dat leert, dan kan je er overal mee terecht. Ook in Nederland, ja. hè, Wat is ook belangrijk. Ja, natuurlijk, maar iedereen lijkt het daarover eens te zijn. Uh, maakt u nu niet... Excusez-moi le mot, un procès d'intention. Want op dit moment is er toch niks veranderd. Dat charter is er toch nog altijd. Er wordt ja. daar wat over gediscussieerd, meer niet. Maar je wat? merkt toch wel, en dat is blijkbaar ook de vaststelling geweest van de journalisten van de Standaard. Je merkt dat men in de praktijk toch steeds meer. Uh, niet alleen dialect, want dat is dan misschien nog wel, mm -hmm. nog wel leuk. Hè, uh, maar dat je steeds meer die tussentaal hebt. En dat is ook niet een taal die iedereen in Vlaanderen begrijpt. Dat is ook een vooral Brabants-Antwerps verhaal, die tussentaal. Ja. Uh, en dat is toch eigenlijk wel iets maar, wat. Toeneemt. Ja, waar ligt die grens dan tussen. Wij veronderstellen nu dat we standaard Nederlands spreken en mm. gebruiken. Waar gaat dan die, die tussentaal, of hoe moeten we dat noemen? En, en waar eindigt het dan met dialectes? Een zeer grijze zone toch? Ja, niet zozeer grijs, denk ik. Er is wel een grijze zone, maar ik denk dat we het allemaal wel redelijk snel over eens zullen zijn. van waar het begint en waar het stopt. Dialect is ook een heel ander verhaal. Dat gebruik je lokaal. Dat doe ik ook. Ik ben natuurlijk een dialectspreker. Maar zodra je je, 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 je gemeente verlaat. of je provincie verlaat. dan schakel je over op het standaard Nederlands. Maar dat voor, voor mij is die taal dus niet een zaak van, van een overjaarse nationalist. wat ik, ik stilaan misschien wel ben. Maar is dat echt ook een. Die taal, die standaardtaal, is een verhaal van emancipatie. Je gaat dus mensen uh, het makkelijker maken om aan onze samenleving deel te nemen, om een job te vinden, ja. om... om... Het, is, het, is, het is emancipatie. En zo is het natuurlijk ook begonnen destijds in Vlaanderen. Ja. Het was goed, ook maar een... die, die strijd hebben we begonnen, denk ik. We ja. mogen alleen nu, uh, laten we zeggen, de rol niet lossen en proberen om iedereen zo goed mogelijk standaard Nederlands te laten spreken. Want u sprak wel uh, Forse taal, of ik lees het hier ook. Uh, u spreekt over een contractbreuk. Van de VRT. Er is nog niks gebeurd. Ja, maar ja, ik, de reactie van de VRT vond ik een beetje low en een beetje flauw. Waar ze zeiden van, ja, eigenlijk moet, uh, moet die taalraadsvrouw, uh, is het? Misschien moeten we genderneutraal zeggen, de taalraadspersoon stellen. Mm -hmm. Ja, zelfs <laughs> uh, Die moet kunnen nadenken en die moet ook misschien wel eens dat charter uh, opnieuw ja. definiëren. Mag toch, hè? Ik vond, nadenken, ja, maar uh, nadenken is toch... Je mag altijd nadenken, uh, maar niet te veel, denk ik. Uh, in elk geval, er is een contract tussen de Vlaamse overheid en de VRT. Dat is bijzonder duidelijk. Mm -hmm. uh, helder standaard Nederlands, ja. Uh, en dat moet je doen. En als, en als je dat, dat niet doet, gebeurt, dan is dat contractbreuk. Dan en, zegt u. En dan zei ik, ja, als ik een contract heb met iemand... en die volgt het contract niet, ja, dan ga ik die niet betalen. Hè. Dan, dan geef, die, geef ik daar mijn centen niet aan. Dan kunt u fluiten naar uw centen, Ja, Heeft u Precies. Net gezegd en ik heb het ook het gezegd, ja, sommige mensen die nu die exclusiviteitscontracten met de openbare omroep hebben, is ook heel veel om te doen geweest. Hè. Die worden ja. blijkbaar vrij riant betaald. Ik weet het niet, want ja, het is niet ter Blijkbaar, Ik weet het ook niet. Um, ja, dan kunnen die misschien, als dat echt nodig is, ergens een, een taalkursus volgen. Voor mijn part in Spa was dat vroeger, hè? Ja. voor het Koningshuis. Uh, voor de, de Franstaligen ook nog altijd. Misschien al kunnen zij daar nog een, uh, een, een, een deel van hun riante inkomen aan besteden. De Tom Wasse of de Niels Stadbaders van deze wereld. Laten we het daarbij uh, houden. Goed, um, maar ik zeg dan de VRT. Maar wat dan met die commerciële zenders? Die mogen dan rustig, om het nu in slecht Nederlands te zeggen, hun goesting doen. <laughs> Persoonlijk zou ik dat ook jammer vinden. Omdat ik vind dat zij natuurlijk ook... Een, een maar die kan hebben. je niks opleggen? Minder. Hoewel mm. zij natuurlijk ook in een mediadecreet toch wel een aantal uh, verplichtingen hebben. Mm. Uh, maar dat is iets anders dan bij de, bij de openbare omroep, die echt wel grotendeels niet volledig. Ze hebben ook eigen inkomsten, maar grotendeels door de overheid wordt gefinancierd. Dan mag je natuurlijk wel iets meer aanvragen. Maar ik denk dat elk medium dat, dat ook die macht heeft en ook beseft dat het die macht heeft, toch de rol zou moeten opnemen om. Uh, om die samenleving op dat gebied wat vooruit te duwen en om de mensen het wat makkelijker te maken. Want als je iemand in Nederlands leert en, en je moet al die verschillende varianten, hè, want men pleit dan soms voor de varianten. Hè, je moet al die verschillende varianten gaan leren en dan ook nog weten wat je wanneer mag gebruiken en wat niet. Dat is veel te moeilijk. Maar het wordt wel ingewikkeld dan. U bent zelf lid van de Taalunie. Als we kijken naar het Nederlands dat men in Nederland spreekt en datgene wat we hier in Vlaanderen spreken. Daar zitten ook nog zeer grote verschillen op. Maar goed, dat zou ons misschien wat te ver leiden. Uh, slotsom: iedereen is het erover eens. De VRT moet die standaard hanteren en dat mooie taalgebruik promoten, als ik het zo mag zeggen. Misschien een beetje moderner en aangepaster dan vroeger. Consensus: is er nu ook consensus binnen de regering, als ik het zo mag zeggen? Niet over de partij, over een heel ander dossier. Stikstof, een jaar geleden, Valentijn. Enfin, u kent het hele verhaal, het zit goed vast binnen de regering. Het is nog niet opgelost, maar ik hoor hier ook dan net van ja, we hebben een jaar verloren. En ja, dat is natuurlijk niet zo. Het is een heel complex dossier, gevoelsmatig dossier, ook zeker voor de landbouwsector, maar ook heel technisch complex. Ja, maar het dus er is een openbaar onderzoek. Wel, is een openbaar onderzoek geweest, 20.000 bezwaarschriften, ja. dus dat daar een periode nodig is uh, om dat allemaal te, te laten lopen, heel die procedure, ja, het is niet zo dat er niks gebeurd is. Hè. Maar nu zitten we inderdaad op het moment dat al die bezwaren behandeld zijn, dat is niet zo lang geleden, dat is nog maar een paar weken geleden dat dat gebeurd is. En nu kan men wel uh, tot conclusies komen, en de bedoeling is wel dat men dat ook zo snel mogelijk uh, doet, ja, ook wat ons betreft. Wat men zegt, het is een, kan de mensen geen ongelijk geven. Het is een van de zwaarste crisissen ook weer die deze Vlaamse regering moet. Uh Overbruggen. Wel, deze Vlaamse regering, en zeker de minister van Leefmilieu, mevrouw De Mier, heeft wel een paar uh, behoorlijke boterhammen op haar tafel liggen. Hè. Het mestactieplan actieplan ja. komt er ook nog aan. Het stikstofdossier, ja. het ventilusdossier in West-Vlaanderen in de Een paar, een paar uh, stokken in het kippenhok toch ook gegooid, denk ik. De energie uh, enzovoort. Dus ja, zij heeft wel wat. Uh, wat op haar tafel liggen en ik hoop dat dat allemaal inderdaad opgelost geraakt. Maar dat is nu een beetje, ja, ook door het jarenlang, uh, kan niet zeggen vooruit te schuiven, want wij waren er natuurlijk als partij ja, ook bij. Uiteraard. Maar goed, we, dat is ook, uh, zo zijn we allemaal, hè. als het niet echt acuut is, dan proberen we het op te lossen uh, met minst mogelijke pijn hè, uh, voor de mensen. En nu kan dat niet meer, nu zal het echt uh, ingrijpen. Daar ja, moeten we doorbij. Door ja. En het is maar te hopen, we weten alleen niet hoe we het juist moeten zeggen. Dat de landbouwers of de boeren, maar daar gaat het vaak om, uiteindelijk tevreden kunnen zijn. Bedankt voor het gesprek over het Nederlands en over het stikstofakkoord, Wilfried van Dalen. Dank u wel.